Hendrik Jan, klopt het dat, even kijken, de Zwarte Cross is voor de 8e keer trouwens, dit jaar. Ja. Maar klopt het dat het ooit is ontstaan met van, volgende week Zwarte Cross? Ja, niet verder vertellen. Dat was inderdaad wel, daar is eigenlijk het idee ontstaan. Vroeger, toen gingen een hoop mensen gewoon lekker in het café zitten. En die zeiden, oh, ik cross veel harder aan zo en dit en dat. En ze zeiden, oh ja, en dan werd er gewoon zondags illegaal een crossbaan ergens uitgezet. En dan werd dan een Zwarte Cross verreden. En die verhalen horen wij natuurlijk van de oudere garde. Dachten we, goh, dat is een goed idee, man. Dat moeten we ook gaan doen. En toen hadden we inderdaad ook wel aanplakborden langs de weg. Gewoon, shh, niet verder vertellen. Volgende week de Zwarte Cross. En zo is het ontstaan. Ja. En hoe kan het in godsnaam dat in zo'n korte tijd het zo'n groot spektakel is geworden? Ik denk door een combinatie van factoren. Ik denk het stunts, feestgehalte, voor jong en oud, voor de hele familie, wat wils. Goede bands uit binnen- en buitenland en lage entreeprijzen. Dat is denk ik de kracht. Nou, de allereerste keer was wel hartstikke leuk. Dat was in Hummelo. En toen kwamen wij 's ochtends om 8 uur aanrijden, want dan kon je ter plekke inschrijven en dan kon je meedoen. Nou, en we kwamen daar om 8 uur aan en er was al op het Maisland reden al mensen met crossmotors rond. Het was al één grote chaos voordat het begon. Toen moest iedereen zich gaan inschrijven en dat liep ook allemaal helemaal uit de hand. Maar al met al deden er toen denk ik iets van 60 motors mee of zo. En toen kwamen er denk ik 400, 500 mensen op af of zo. Dat is wel een verschil met nu, hè? Nu geert het even wat anders, ja. Het geert wel heel anders. Ja. Want vertel, hoeveel verwacht je? Wat verwacht je dit jaar van? We hebben dit jaar meer dan 500 deelnemers. En we hebben meer dan 22 verschillende bands uit binnen- en buitenland. En we verwachten dit hele weekend meer dan 40.000 bezoekers. Zo. Dus dat is wel een... Jullie hebben pas geleden ook een prijs ontvangen van, ik geloof, het Nationale Evenementen... Ja, hoe heet comité, het precies? Zoiets, Stichting Nationale Evenementen voor het beste regionale... Evenement. Ja, daar waren we heel blij mee, want er zat een 1,5 miljoen euro prijzenpot aan. Dus dat was wel lekker. Kijk! Nee, maar dat was wel hartstikke leuk. Zeker als je daar al zo lang mee bezig bent en ook echt probeert er iets moois van te maken. Dat het dan bekroond wordt, nou, dat is prachtig. Dus, wat kunnen we dit jaar verwachten? Of mag je daar niks over verklappen? Of kun je iets onthullen? Jawel, we hebben sowieso goede muziek. Van The Sweet en van... Sweet. En hoe heet die andere? The Slate. En de Dubliners komen extra voor de Zwarte Cross uit Ierland. En, en we hebben weer gave stunts. We kunnen kort beginnen met testen, want we gaan een enorme sprong maken met een crossmotor. En die gaat dan over een laagvliegende helikopter springen, zeg maar. Dus dat wordt nog wel bijzonder. Ja, we gaan eerst testen, laten we zien. Ga je eerst oefenen? Nee, we gaan eerst laten zien dat die helikopter wel echt is. Dan gooien we zo'n heel nest met jonge puppies in. Dus dat belooft nog heel wat spektakel te worden. Kan het festival nog groter groeien? Jullie zijn van 5000 campingplaatsen naar 7000 gegaan. Enorm. Wanneer is voor jullie de top bereikt? Het maximum. Wat is het maximum? Ja, we hadden inderdaad dit jaar 5000, in eerste instantie 5000 campingkaarten. Die waren met 12 dagen al uitverkocht. Toen heeft de gemeente gezegd, oké, nog 2000 extra. Nou, die zijn inmiddels ook uitverkocht. En we hebben zoiets van hoe groter, hoe mooier. Maar je moet het inderdaad natuurlijk allemaal wel onhistorisch in de hand kunnen houden. En ik durf het eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk zelf hoe groter, hoe mooier. ...50.000 bezoekers uit het hele land genoten afgelopen weekend van de Zwarte Cross in Halle. Dik 7.000 gasten bleven op de camping overnachten en doorstonden dapper het zware noodweer van zaterdagavond. Het evenement werd voor de 8e keer georganiseerd en deelname aan de cross kon in verschillende klassen. De creatieve vondsten waren vaak heel bijzonder, maar sommigen hadden ook maar weinig om het lijf.
mensen al naar huis gestuurd? Nou, niet persoonlijk naar huis gestuurd. We hebben gewoon gezegd, er stond een file vanaf Halle tot Vassenveld. We hebben gewoon gezegd, van, het is vol, je kunt er niet meer op. Dus je kunt het proberen. En als je het niet lukt, heb je geluk. En als je er niet op komt, heb je pech aan. Dus ja, het is vol. Tevreden? Ja, zeer tevreden. Want ik had het eigenlijk niet verwacht gisteren naar die Roosbuy. Ik denk, nou, de mensen zullen wel denken van, nou, modderbende, blubberzooi. Maar je ziet het, de mensen die geven nergens voor terug. En vanavond dus nog even optreden zelf? Ja, vanavond gaan we even lekker knallen. En dan gaan we de mensen weer een beetje terug naar huis begeleiden en zover het gaat. Dus het loopt gewoon fantastisch. En we kunnen niet meer tevreden zijn, denk ik. Aan het eind van de middag was het de beurt aan de bekende Nederlanders. Eén daarvan was Adam Curry. Adam, ga je winnen? Ik heb wel een titel te verdedigen, maar ik weet het niet. Ik zie dat de meester himself, Benny, rijdt mee. Dat wordt al heel moeilijk, hoor. Wordt moeilijk, want die kan wel rijden voor die ouwe. Heb je wel geoefend van tevoren? Nee, ik rij één keer per jaar rij ik motor en dat is hier op de Zwarte Cross. Dus de vorige keer was precies een jaar geleden. Spanning? Ja, altijd wel een beetje. Ze hebben me nog grotere motorfiets gegeven. Nog zwaarder. Ik kom niet voorbij z'n twee, denk ik. Maar het gaat er een beetje om dat we het publiek van maken en dat we zelf een beetje lol hebben. Ga je winnen? Ja, denk ik niet. Hendrik Jan Loving doet ook mee. Dus, die kan heel erg goed crossen. En die is 30 jaar jonger dan ik. Want ik hoor net dat Adam Curry, die heeft natuurlijk een titel te verdedigen. En die is toch wel bang omdat jij meedoet? Ja, ja. Maar ik doe het wel kalm aan, hoor. De show is het belangrijkste en het meedoen. Het gaat gelukkig heel goed met hem, of heel goed. Hij heeft een klap gemaakt met de motor achterover, omdat hij super enthousiast was en niet wetende dat hij een monster van een machine bij zich had. En vervolgens klapte hij achterover op de rug en daar heeft hij nou echt veel last van. Het is puur spieren en wij verwachten dat hij vanavond naar een goed warm bad en een dag of drie een beetje rustig aandoen dat hij weer loopt als een kieviet.
Belgium. Het goede doel dat we dit jaar steunen is Fatima instelling voor zonder gehandicapten. En dat is super mooi. We hebben het een keer gerepeteerd. En dit punt 3, waanzinnige, enthousiaste, sympathieke toprappers.